Het wordt nog moeilijker om elkaar op straat te verstaan, want de klikklakrage heeft ook ons land bereikt. Twee plastic balletjes aan een touwtje zijn bezig een fabrikant in Woerden, althans voor enige tijd, op rozen te zetten. Elke dag komen er momenteel zo'n 50.000 in bundeltjes uit de machine, waarna alleen nog maar de verbindingstukjes hoeven te worden verwijderd. Dan begint de aardige bijverdienste van een aantal Woerdense families, die soms met de aanstaande gebruikers op schoot in hoog tempo balletjes en koortjes aan elkaar knopen en in een plastic zakje doen. Maar deze geluidsvervuilers zijn niet de enige. Binnenkort kunnen we namelijk ook de superjanker of de jankende lasso verwachten. En dan komt er ook nog de muzikale hamer voor het elementaire muziekonderricht. We hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat het stil zal worden in ons land.